I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night! Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe video. En voor het eerst een live review van WWE Survivor Series 2016 uit het Air Canada Center in Toronto, Ontario, Canada. De 30ste annual Survivor Series waar Fantasy Warfare got real in a hard way. En ik ben hier met het man die altijd verantwoordelijk is voor onze mooie live reactions, Brian. Voilà. Dus Brian, voordat we aan de breakdown gaan beginnen van de pay-per-view, wat vond je ervan in een kleine samenvatting? Als ik één woord zou moeten kiezen, het was in principe wel een kijkbaar pay-per-view. Alleen veel matches vielen tegen. Niet matches per se, momenten vielen tegen. Als ik zou moeten kiezen, zou ik zeggen teleurstellend. En ja, te veel geprobeerd. Te veel. WWE kent niet echt dat gezegde van less is more. Dat is het jammer dat ik het een keer heb gezegd. Ja, goed. Laten we gewoon eventjes beginnen bij de pre-show. Daar zaten twee matches. We hadden een Noam Dar, Rich Swann en DJ Perkins versus Aria Davari, Drew Gulak en Tony Nese in een six-man cruiserweight tag team match. Wat je de enige gedachte is daarover die je nog bij halen? Tijdens de match kwam ik achter dat de huidige cruiserweight division begint te zien te lijken als de WWF light heavyweight division. Dus in principe gewoon niks. De blended characters voor mij om echt hoek te zijn voor deze division. Ja. Ik heb niks met deze matches, ik heb niks met deze superstars. Ik ga niet moeite doen om 205 live te krijgen. Mm-hmm. Dus in principe, ik heb ook geen zin om deze matches te krijgen. En we deden ook tijdens die matches niks. We hebben de matches niet echt gekeken, nee, maar dat is pre-show. Er is geen reden voor deze pre-show matches. Dus het is gewoon een kut match. En dan heb je ook nog Kane versus Luke Harper. En dat is helemaal een kut match. Goeie genade zei hij. Jezus Christus. Nee, het stelde niks voor. Het stelde echt niks voor. Kijk, je weet al dat dit soort matches het kijken niet waard zijn op het moment dat WWE ze niet van tevoren wil announcen, maar op de pay-per-view zelf was. Dat is je reinste lijn. Weet je. Je hebt soms van die pre-show matches die nog een klein beetje opbouw hebben. Waar je dan zoiets van het ook gaan ze kijken, want ze zijn tenminste proper opgebouwd. In a way. Dit is niet zo'n match. Dit is een weggooi match. Dit is een filler. Mm-hmm. Filler. Dan, de pay-per-view zelf. Op dit punt waren wij al lichtelijk aangebrand. Vanwege het feit dat we al twee uur pre-show hadden gekeken. En dat vreet aan je energielevels. Voornamelijk was er helemaal geen kut gebeurd. En ze probeerden twee uur te vullen met alleen maar praten. En een hele leuke Q&A. Dat wel. Heel leuk. Goed, ja, gaan we naar de main show. We begonnen met een traditional Survivor Series elimination match, maar niet die wij dachten dat het allemaal zou zijn. Het was de women's match. WWE gaat van de main event naar een opener. Het is net King Kong Bundy. Chris Benoit. Ja, Chris Benoit inderdaad. Goed, we hadden Team Raw, Charlotte Flair, Bayley, Nia Jax, Alicia Fox en Sasha Banks met Daniel Brooke in een corner tegen SmackDown, wat Natalya, Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmella en Naomi. Natalya die dus invalt voor Nikki Bella, die is injured. Storyline injured natuurlijk. Wat vond je ervan? Gewoon even van dat moment. Ja, dat was echt... Ik weet hoe lang we in die pay-per-view zaten, hoe lang die entrances duurden, maar na 5 minuten gelijk. Nou ja, het was de entrance van Raw als eerst. En SmackDown van de achteraan. Dus ik denk dat er 10 minuten in de pay-per-view zaten en dan onze eerste soort. Dit is wel eens vaker gebeurd. Dat iemand backstage wordt aangevallen dan wordt vervangen. Mm-hmm. Maar ja, dit was. Verrassend. Ja. En dat is er zoals nog. Dus ik wil even snel met jou door. Ik snap niet echt de punten. Door de match heen gaan. Mm-hmm. Laten we dat even doen.
Carmella, die is geëliminated door Alicia Fox, Siskiks. Alicia wordt geëliminated door Alexa. Naomi is de eerste count-out. Ja. Daar gaan we al. Sasha Banks door Natalia met een roll-up. Dat was vrij verbazingwekkend, eerlijk gezegd. Jij hebt natuurlijk de opbouw niet gevolgd. Nee. Sasha Banks heeft geen match gehad. Mm-hmm. In de opbouw naar Survivor Series. Een paar kleine stukjes promo. En nu ligt ze er eigenlijk naar een roll-up uit. Niet eens naar een legit finish. Kijk, ik kan ermee akkoord gaan hoor. Maar daarvoor was het iets gebeurd. Ik kan ermee akkoord gaan dat... ja, hoe zeggen we dit? Er is niks daarvoor gebeurd. Nee. Sasha Banks wordt geroll-upt door met taggen en zo. Ja. Alsnog, het is een roll-up. Een roll-up is een roll-up. En ik snap dat ze gaan voor Sasha Bailey of Charlotte Bailey. Dat begrijp ik. Maar dat is geen reden om Sasha nu te quote-unquote buryen. Ze is niet geburied, maar dat is waarschijnlijk wat het internet gaat gebruiken om het te onderscheiden, laat ik zo zeggen. Dus dat is waarschijnlijk wat je gaat zien. Dan, dat is de meest verbazingwekkende eliminatie, vind ik eerlijk gezegd. Dan Natalia door Charlotte. Nia Jax door Becky Lynch, die haar liet submitten. Ja. Dat is de allereerste keer dat ze like genuinely getapt heeft. In NXT, 1 keer door pinfall, 1 keer door een TKO. Dus dat was vrij... Ja, heb je daar nog gedachten over? Of basis je het heel erg? Want eerlijk gezegd had ik verwacht dat de count-out voor haar zou zijn. Of de DQ. Ja, precies, dat dacht ik ook. Maar of ik dacht een finisher vers aan... Ja, precies dat, precies dat inderdaad. Ja, dan hadden we Alexa Bliss geëlimineerd door Charlotte. En als laatste Becky Lynch door Bailey. Wat ervoor zorgt dat Charlotte en Bailey de Soul Survivors waren van Team Raw die deze match wint. Goed, wat vond je van de match zelf? Nee, ik vond het niet echt super. Nee, dat was totaal niet goed. Mee eens. Het is een verschrikkelijke Survivor Series match. Het is niet veel waard. Het is matig. De eliminations zijn sloppy. Er is heel veel Boschemania. Echt sowieso dat Matthew van Boschemania zich gaat smullen bij deze match ook weer. De hele pay-per-view trouwens. Dit is niet de enige match waarbij dit gebeurt. Ik denk dat het de verkeerde keuze was om deze match te laten beginnen. Ook wel. Nou, ook omdat het de crowd niet popte. Het was duidelijk dat ze niet in hun element waren. Dat hebben we vaker gezegd, ik had het er met Tim over in de preview. Toen zei ik ook al van, ik ben bang dat dit echt heel slecht gaat worden vanwege het feit dat ze nogal een slechte reputatie hebben met multi-women tag matches. Ja, ook. Nou, dat hebben ze wel weer eens bewezen, want er zitten heel veel botjes in. De eliminaties vind ik waar, eerlijk gezegd. Vanaf de Raw kant, laat ik het zo zeggen. Ik vind het vanaf de SmackDown kant vrij logisch. Ja. Sasha of Becky Lynch en Alexa waren de laatste twee over. Nou, die gaan feuden voor TLC, dus dat is logisch. Maar dan het hele Nikki Bella verhaal. Dat is belachelijk. Ja. Dat is belachelijk, want naast het feit dat het onze hele pool verpest heeft, in a way, zorgt het er ook voor dat je dus gaat substituten en dan alsnog verliest. Wat heb je daaraan? Ja. Waarom doe je dat als je toch verliest? Als je gaat verliezen, hè, dat is predetermined, dat weten we allemaal. Maar waarom zou je dat boeken? Wat is de reden daarachter? Wat is de sens? Ja, er is geen sens. Waarschijnlijk gewoon een feud match op TLC of zo, maar voor de rest weet ik niet. Ja, kijk, smaakt op. Ja, SmackDown Live zorgt er dan wel weer voor dat ze twee women's feuds hebben. En of het nou Natalia zelf was, of bijvoorbeeld een returning Eve Marie. Dat neemt niet weg dat dit een hele domme booking decision is. Ze is de captain. Dat Becky Lynch niet de captain is, is al dom op zich. En dan krijg je ook nog eens dit. En een stinker van een matchfight. Dus dit is niet Women's Revolution waard. No offense. Dit is barely beter dan Survivor Series 2020. Ja, maar dat is, ja, daar dachten wij ook gelijk aan.
dat is waar mijn hoofd heen ging. Ja. Ja. Goed, gaan we naar de tweede match. Laten we hier even vanaf stappen. Dat was voor een Intercontinental title. Een interpromotional brand match. The Miz, champion van SmackDown, defeats Sami Zayn. Raw. Ja, beide je boys, dus jij mag beginnen. Beide boys, maar ik was door de afgelopen anderhalf uur, twee uur, tweeënhalf uur, wat hier daarvoor al speelde, totaal niet into the match, omdat ik gewoon niet de pay-per-view voelde. Dus match is voor mij aan paper gewoon ideaal. Alleen op dit moment van de pay-per-view was het gewoon totaal niet iets waar ik naar zocht, want het was gewoon een standaard match in principe. Het einde was ook een beetje tricky. Richting de kant van of de juiste decision was, zeg maar. Beetje een screwy finish. Screwy finish number 2. Ja, precies. Tweede match van de pay-per-view. Sami Zayn tegen Miz. Persoonlijk, vanuit een match quality standpoint, had ik liever Zayn zeker gehad. Gewoon vanwege match quality. Maar storyline-wise en qua storytelling in de match heb ik liever Miz Zayn. Want daar kun je meer mee. Heel face dynamic. De match zelf was oké. Okay. Ze hebben betere matches gehad, moet je zeggen. Ik denk dat het wel lage 3 sterren is. Ze hebben betere matches gehad op Raw. Ja. Denk ik. Nee, ik zat het 2,75. Ja. Hoef het ook niet over te hebben, daar gaat het ook niet om. Ze kregen meer dan decent genoeg tijd. Ja, welke mensen kregen niet genoeg tijd op deze pay-per-view? Ik had het in de preview gezegd dat ik niet wilde dat ze gingen overboeken. En ze waren zo hard bezig met overboeken. Ook in de women's match. En nu ook weer hier een screwy finish. Jezus Christus, 2 out of 2 gewoon. Ja. En dat is niet een goed teken. Nee. Vind ik het erg dat de Miz hier wint? Zeker niet. Ik vind ook dat de Miz moet winnen. Als hij ik hoop nog steeds op langs mening dat hij honky tonk man. Dat begrijp ik. Maar het gaat nu even gewoon om. Was je meer 34. Hij heeft gewoon nog een program met Ziggler rondlopen. Hij gaat een match doen op TLC. Waar gaat hij dan naartoe? Aannemen dat Miz gewoon wint van Ziggler? Wat gebeurt wat daarna? Ik heb dan van Miz nog. Ja, dat is het punt. Rumble. Ja, daarna de Rumble, ja. Maar ja. En niet dat die Ice Style op de Rumble gaat. Nee, dat zeker niet. Dus een genaapje maar in de tussentijd al, waarschijnlijk wel een keertje. Nog niet, nog die waarschijnlijk een Chamber pay-per-view. Dus No Way Out hopelijk. Waarschijnlijk Elimination Chamber. No Way Out. Oké. Okay. Armageddon. Maar goed. Daar gaan we het ook niet te lang over hebben. Gaan we door naar de derde match van de avond. De tweede Survivor Series match. De Talent End deze keer. Goed, Team Raw, The New Day, The Club, Sami Zayn, Soft en The Shining Stars. Versus Heath Slater en Rhino, Hype Bros, American Alpha, Usos en Breezango. Dit was ook weer vrij vreemd. Ja. Oké, laten we even snel door de eliminations gaan. Breezango als eerste ging eliminate door de New Day. Dan de New Day daar vrij snel achteraan door de Usos. Dan de Hype Bros door de Club. De Shining Stars door American Alpha. American Alpha door de Club. De Club door Heath Slater en Rhino. Heath Slater en Rhino door Soft. Soft door de Usos. En uiteindelijk de Usos door Cesaro en Sheamus. Wat vond je van deze 10-on-10 tag team Survivor Series match? Veel te kort. Te kort, want het was 18 minuten. Dik 18 minuten, 19 minuten afgerond. Ja, dat is hoeveel had je het minstens gegeven? Een makkelijk half uur. Aangezien het einde van de pay-per-view. Ja, maar zijn er significante dingen die jij zoiets hebt van dit had anders moeten of dit vind ik echt raar? Of... Nou, kijk, in principe Breezango vind ik wel oké, zo'n begin. Dat had ik wel verwacht. Vond wel verrassend dat Shining Stars best belangrijk. Maar voor de rest, wat daarna gebeurt. New Day was ook een verrassing trouwens. Maar wat daarna gebeurt, dat had in principe beter gekund. Het was een beetje door elkaar heen. En dan, best wel vrij snel eliminated.
En het duurde nog wel even voor de eindsequence, maar dat was ook wel in principe het beste van de match. Ja, dit laatste stukje met Usos en Cesaro en Sheamus was het beste stukje van de match. Ja. Ik denk dat wat jij bedoelt, en ik zal het even proberen wat breder uit te leggen, is dat op het moment de New Day ligt eruit, dat is de grootste schok. Zeg maar. Ja. Maar dat is oké. Okay. Dat is oké, want uiteindelijk beelden ze Cesaro en Sheamus op naar een nieuwe tag team match met de New Day. Mm-hmm. Die ze waarschijnlijk gaan winnen. Tegen de tijd dat Roadblock aankomt zetten, hebben ze namelijk het record overbroken. Godverdomme. Tenminste, als ik het goed zeg hoor. En nou, dat is waarschijnlijk waar ze heen willen. Dus oké, daar zet deze match voor op. Prima. Toch? Ja. Wat jij bedoelde is dat het te snel ging. En dat het heel veel was in één keer. Toch? Want het is, denk ik, wat ik het voornamelijk vind, is dat op het moment dat je zo'n Survivor Series, je hebt 10 tag teams, waarom moet het dan weer zo smors worden? Waarom moet het zo lijken op een Tornado tag team match? Waarom moet het zo lijken op een normale tag team match? Hè, dat, oh, chaos everywhere, en je weet niet meer wie die legal man zijn. En het levert allemaal, dit is juist zo'n match waarbij je het zo sterk en strak kan boeken als je ze gewoon potverdomme langer dan 2 minuten op die apron laat staan. Ja. Dat vind ik zo jammer. Want jij en ik hebben allebei die tag matches gezien. Die ze in de early days van Survivor Series deden. Hè, de early days. Ja, precies. 30 minuten. Dat duurde 40 minuten. Ja, maar niet. 30, 40 minuten. En ze bleven allemaal op de apron staan. En dat is een betere match dan dit is. Sowieso. En dat is puur omdat er orde in zat. Er hoeft niet altijd chaos in een tag team match te zitten. WWE, leer dat nou even een keer. Vooral niet bij zoveel man, want iedereen raakt de controle kwijt. Dat is precies wat er fout ging bij die Elimination Chamber match. Ja. Dat is ook weer te veel man. Daar raakt ook weer veel te veel de controle kwijt. En hier, ik heb niet het idee gehad dat ze niet wisten wat ze moesten doen. Maar ik heb wel het idee dat het allemaal veel te snel moest. Op het moment dat de ene ring uitkwam, kwam de ander weer. En de ander en afwisselen, 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 afwisselen. Terwijl je ook gewoon een legit echt een leuke tag team match kon hebben met allemaal leuke spots en moves en weet ik wat allemaal. En dat gooien ze allemaal uit het raam, omdat ze voor een standaard tag team match willen gaan, waardoor ze 12 tot 20, 22 minuten van hun eigen match afpakken. Terwijl ze 4 uur hebben technisch gezien, om te vullen. Ja. Dachten wij op dat moment. Raw staat nu 2-0 voor. Wat vond je überhaupt van het feit dat Raw won? Ja, ik had sowieso gehad dat ook zoiets American Alpha, ja, dat wat langer bleef. De Club wat langer bleef. Soft had best wat eerder gedraaid. 300 Sleden Wire had dat wat best eerder gekregen. Ja. Als ik het zou boeken, ja. Fantasy Booking, dus dat is een review. Nou, maar het is voornamelijk zeg maar dat de New Day deed snel uit. Fair enough. Ja, ik had zelfs nog wel de gok genomen om gewoon Heath Slater en Rhino en de New Day achter elkaar te nemen. Gewoon puur omdat het tijd wordt voor nieuwe champs. Voor de New Day helemaal, want die zijn godverdomme 430 dagen champs ondertussen. En voor Heath Slater en Rhino is het zo dat ze helemaal niet meer over zijn. Nee. En dus is het tijd voor nieuwe champs. Daarom had ik Usos en American Alpha als de laatste twee. Dat, voor mij dat je Cesaro en Sheamus hadden het laatste team moeten zijn dat geëlimineerd. Had ik volgens mij ook. Had ik ze als laatste. Omdat ik zoiets had van, dan bouw je de Cesaro en Sheamus op voor een tag team match. En ook je bouwt American Alpha en Usos op. Die het ook zo desperately nodig hebben gewoon. En ze doen precies het opposite. Ze hebben voor Raw iemand opgebouwd, maar voor SmackDown helemaal niemand. Hmm. En dat is zo zonde. Ja, de Usos op zijn hoogst. Ja, ja, maar niet super sterk of zo. Maar dan alweer de Usos. Ja, precies. Maar de Usos heeft ook maar één iemand geëlimineerd. Ze zouden Sheamus ook eigenlijk maar één iemand geëlimineerd. Dus de enige credentials hebben is dat ze gewonnen hebben voor de match. Met Usos, ja. Uiteindelijk hebben ze wel verloren. Dat wel. Maar goed. Gaan we door naar de vierde match van de show. Voor de Cruiserweight title. Ja, mocht Kalisto winnen, dan ging ik naar SmackDown Live. Nou, dan hoef ik het niet te hebben. Brian Kendrick via DQ verslaat Kalisto. Ja. Wat vond je van de match? Ook niet zo boeiend eigenlijk. Nee. Het was pas vanaf dat top rope Captain Soup moment dat het pas een beetje in die match ging zitten. Mm-hmm. Maar toen kwam gelijk Baron Corbin eraan, dat was schuldig van DQ. Wat voor mij goed uitleverde voor de pool, maar voor de rest dat die hele division, er staat nog niks positiefs van te zien. Cruiserweight division is een ramp. Ja.
Het is een ramp. Het is echt een ramp. Het is alsof WWE Creative gezien heeft wat de CWC zo fantastisch maakte en dat gewoon allemaal weg heeft gehaald en dat op wel gebeurd heeft. Maar we hebben het eerder gezien. Iets cool bekend voor de situatie. Ik kan het nog niet bij het hoofd, maar misschien straks. We gaan gewoon verder. Ja, verschillende NXT gimmicks. Precies. De match zelf is teleurstellend. Ja. De pace kwam er pas in tegen de einde 3 minuten, terwijl we allebei weten dat Kalisto veel meer kan. En ze zijn zo gelimiteerd, ze weten niet hoe ze in een pay-per-view environment, überhaupt een Raw environment, dat lukt ook al niet. Die CWC, die kleine arena's, die kleine settings, dat is veel beter hiervoor. Waarom überhaupt op Raw? Ik snap ook niet de match pace en... Is niet Cruiserweight. Nee, Cruiserweight is gewoon een Cruiserweight Brother. Een normale singles match. Dat is altijd de pace als Miss Amy Jane. Ja, precies. Terwijl je juist... dat is het Cruiserweight. Dat is het godverdomme domme aan deze kutmatch. Omdat op het moment dat je een hele aparte division maakt, dan moeten die matches toch een standout zijn. Dan moeten die matches toch anders zijn dan wat voor de rest op de card zit. Precies zoals dat is. Waarom geef je dan Purple Rose? Waarom geef je een andere ring present? Waarom alles anders doen als je het uiteindelijk hetzelfde doet? Ja. De aankleding is anders, maar je bent hetzelfde. Ja, hetzelfde boek lezen met een andere cover. Je bent generic. Precies. De Cruiserweight Division is generic. Zoals ik ze zei in die six-man tag, ik kan niet met een van die characters contact hebben, zeg maar, een beetje als fan zijn. Nee, maar alleen met Kendrick, om nostalgisch te reden. Maar Kendrick is de enige met een character. Ja. En ook dat is niet eens goed uitgewerkt. CJ Perkins heeft geprobeerd een character te geven. Die had een fantastische babyface promo op de finale van de CWC. Om vervolgens nu scripted promos te krijgen. En dan komt hij ook niet meer uit de voeten. Krijgt een fucking nerd gimmick. Ja. De hele Cruiserweight Division is een ramp. En het kan wel de grootste ramp worden van 2016 gewoon. Het is de grootste ramp van 2016. Dat gaan ze echt niet binnen een maand recht trekken. Ook niet met Tour of 5 Live. Hoe goed Tour of 5 Live ook zou zijn, maar iedere wrestling fan zal weten hoe kut die Cruiserweight Division op was. Weet je een beetje wat Tour of 5 Live mij doet denken ook? Ben ik vergeten in het begin te zeggen. Nee, waar doet het jou aan dat denken? Ik zei in het begin dat de Cruiserweight Division lijkt op de Light Heavyweight Division. De Light Heavyweight Division werd uiteindelijk van Raw verplaatst naar Super Astros op de Spaanse kanaal. Met alle Spaanse Lucha wrestlers die ze daar hadden. Mm-hmm. En daar heb je 2 of 5 live, alleen dan zat het net op. Ja. Het wordt gewoon verplaatst van de main shows. Ja. Ja. Oké. Nadat wij het geraged hebben op de Cruiserweight Division, Baron Corbin die zorgt voor een DQ. Brian Kendrick wint dus. Persoonlijk zag ik het niet aankomen, eerlijk gezegd. Ik had wel wat verwacht, maar ik had niet verwacht dat die er echt zou komen, eerlijk gezegd. Nee, ik had eerder Ziggler verwacht en Miz. Ja, precies. Ik had Corbin hier niet zien aankomen. Ik vind het interessant, eerlijk gezegd. Ja. Maar, hier zijn we weer. Dit is 3 van de 4 gewoon. Precies. En daar ga ik me wel aan irriteren. En... begrijp me goed, ik heb niks tegen screwy finishes. Echt niet. Het kan heel veel doen voor een match. Het kan heel veel doen voor een storyline. Het kan heel veel doen voor een feud. Het kan heel veel doen voor een pay-per-view. Mm-hmm. Maar niet. En dat bedoel ik ook echt niet bij je big four pay-per-view. Dit is waar feuds ophouden. Bij Mania moeten ze het ook niet flikken. Stel je voor dat ze dit bij Mania doen. Alleen maar screwy finish. Ja, niet alleen maar. Wel eens een screwy finish hier en daar. Nee, maar we hebben 4 matches gehad. Met 3 screwy dingen. Op één pay-per-view. Met zoveel on the line. Met zoveel big matches. Met zoveel big implications. Ja. Alleen maar DQ's. Nee. De 2 title matches. Allebei DQ's. Oh nee. Ja, technisch gezien, Screwy, DQ. Ja. Voor het gemak, allebei gewoon gemanipuleerd om te doen. Nee, niet clean dus. Niet clean. Nee. Allebei niet clean. Hier zit dat met dinges. De enige waar het niet zat, is aan die tech image. Top. Ja. Dan komen we bij de pre-main event. De Man on Man 5-on-5, Styles, Ambrose, Wyatt, Orton, of
Wyatt, Wyatt en McMahon, met hun mascotte tegen Owens, Jericho, Reigns, Strowman en Rollins, zonder mascotte. Goed, even snel. Ambrose, na een whopping 16 minuten. Precies. Mm-hmm. Dat is ook heel knap. Goed getimed, Strowman. Ambrose draait door Strowman, dan Strowman draait door een count-out, dan Owens draait door DQ. Twee op een rij, dat is hartstikke lekker bezig. Okay. Dan Jericho eruit door een RKO, dan McMahon eruit door Reigns, dan Styles eruit door Rollins, dan Rollins door Wyatt en dan Reigns door Wyatt. Oké, laten we bij het begin beginnen. Naast het feit dat dit de langste Survivor Series match ooit is tot nu toe, waar Brian even over moet vloeken denk ik, wat vond je van de match? Match of the Night, sowieso. Ja. Even kijken. Het was leuk. Het was te doen. Het was leuk. Het was misschien voor een lange tijd niet super awesome wat ik had verwacht. Alleen, er zaten leuke momenten in. Dit was een match met meer leuke momenten dan match quality die echt zorgde dat een match ook echt awesome werd. De leuke momenten waren wel veel beter. Bijvoorbeeld ook of interessante momenten, zoals Styles die zorgde dat Ambrose als eerste eliminated is. Je hebt de Shield reunion een beetje hypen. Ja. Hypen voor de break-up van Jericho en Owens met de list Jericho kapot gemaakt. Dat soort dingen. Wyatt en Orton die echt als een team werken. Dat had mij ook een beetje verbaasd. Ik dacht dat Orton zou screwen. Same. Dat is best wel veel dingen. Ik ben wel benieuwd waar ze gaan met Orton Wyatt. Of als ze daar ook doorgaan, of het gewoon op de rommel afgebroken wordt, zoals met Daniel Bryan. Ja, voor een episode van Raw. Maar voor de rest het was gewoon in principe gewoon een leuke match om te zien. Ja, ik moet je zeggen, het heeft 52 minuten geduurd. Ik heb me niet verveeld eerlijk gezegd. Dat niet, ik heb niet echt een moment gehad dat ik dacht van godverdomme, zijn we nog niet klaar? Of waarom duurt het zo lang? Ik denk dat het misschien te maken met de pool heeft. Of als je hem terugkijkt, dat je misschien... Misschien, maar... Het was in principe gewoon kijken, we waren altijd bezig. Ja, we waren altijd bezig. Ja. Zeker. Dit is de match waar ik het meeste moeite mee had. Omdat ik zoiets had van, hier gaan die screwy dingen in zitten. Ja. En die waren er niet. Nee. Alles wat hier gebeurde, had een reden. Ook. Alles wat hier gebeurde, had storyline reden, had achterliggende reden, had feud redenen, hoe je het ook allemaal wilde doen. Ik vond de mini Shield reunion vond ik leuk. Met Ambrose die terugkwam. Ik had niet verwacht dat hij terug zou komen. Styles die Ambrose eliminates natuurlijk gewoon puur voor het feit dat ze gaan teamen. Ja. Of dat ze een DLC match hebben over 2 weken. Hartstikke logisch. Strowman die eruit ligt door James Ellsworth. Vond ik ook hartstikke leuk. James Ellsworth heeft toch wel een soort van zijn revenge gehad op Strowman nu. Hartstikke prima. Jericho en Owens die beginnen met de Ascension. Nou, dat komt ook niet te vroeg of te laat. Wat hadden we nog meer? Orton en Wyatt die gewoon kunnen samenwerken met z'n tweeën. Shane had een goede showing. Ja. Weet je wat me verbaasde die er niet was? Triple H. Oh, ik had verwacht dat Triple H zou komen. Want ik had ook Undertaker verwacht. Niet per se in de match. Misschien daarna als Raw had gewonnen, maar Raw had niet gewonnen. Klopt. En daar ging het om. Ja. Nee, ja, daarom. De manier waarop Styles eruit ging, fantastisch. Fantastisch. Ik vond het een goede manier om hem te elimineren. Ja, het was in principe gewoon kick. Je had veel nodig voor hem om hem te elimineren. Het was gewoon kick. Daar ging het om. Voor de rest. Ja, nu zijn alle drie de Shield members natuurlijk technically face. Dus dan kunnen ze samenwerken. Technically is one of face. Ja, dat wel. Dus, ik weet niet. Ik heb veel in deze match. Ik zei op een gegeven moment tegen jou van ik ben bang voor dat Reigns Cena gaat chargen. Ja, ook, ja. Dat is een beetje gebeurd, maar niet heel erg. Was nog maar 1 speer of zo. Dus hij heeft 2 speers gedaan totaal. 1 op Shane. Ja, maar 1 op Orton. Oké, ik bedoel echt de laatste 2. Ja. Oké, dan. Wyatt en Orton zijn de Soul Survivors. Wat vind je daarvan? Leuke twist. Niet zien aankomen. Zou ze niet zien aankomen dat Wyatt zo ver zou halen. Orton ook niet per se, dat hadden veel mensen ook totaal niet gevoeld. Verder ook niet met een match maken, maar
Ook ja, maar gewoon zoals ik ook eerder zei, interessant dat, dat ze samen echt zou samenwerken. Ja. En ook dat Orton dus Wyatt hielp. Komt toen Reigns voor die speer ging. Speerde hij Orton en dan assiste hem. Dat was gewoon in principe een goede boeking. Fantastisch. Beter kun je het bijna niet doen. Ja. En het bouwt op voor misschien een Wyatt push voor de Rumble. Zou dat kunnen uiteindelijk? Ah, oh, het zou zo maar. Na 3,5 jaar. Oh my god. 3 jaar min. Ja. Ja, 3,5 jaar al dan. Oké, goed. Ik vind het fantastisch dat Wyatt de Soul Survivor is. Dit ga ik echt nog wel even heel lang vasthouden, denk ik. Voornamelijk als jullie me gaan teasen met het feit dat Wyatt niks verdient. Maar tegen de tijd heb ik in mijn achterhoofd zitten, Ziggler 2014, en daar is ook gewoon niks mee gebeurd. Mm. Dus ik spring niet te hoog van de daak. Ik heb wel even een momentje genomen daarnet, kun je een live reaction zien. Maar het is hopelijk de start van iets groots. Ik wil niet. Ik vind dat Orton en Wyatt verdomd goede dingen hebben laten zien, eerlijk gezegd. Weet je, nu iets zegt, doet me denken aan de entrance van Braun Strowman, waar Wyatt bezorgd keek. Ja, ja, ja. En Orton naar hem toe zat te praten en ze zaten zo'n beetje te smiezen, te fluisteren. Dat ook een beetje. Het zijn die hele kleine dingetjes. Ja. Zijn die dingetjes van dat Wyatt die echt gewoon weet hoe die Strowman's presence zelt naar de New Wyatt Family, zoals het is gewoon de Wyatt Family, de New Wyatt Family, zoals Romero en Nello, om een andere reden schijnt te noemen. It's a new era, dus het New Wyatt. Oh ja, excuses, de New Shield. Ik spring niet te hoog van de daken, maar ik hoop wel echt dat ze Orton en Wyatt niet uit elkaar halen. Niet de Daniel Bryan verhaal nagaan, alsjeblieft, want het werkt niet voor Orton, gaat ze niet achter staan. Hou ze bij elkaar, bouw Wyatt op voor die Rumble. Hij hoeft van mij echt niet die Rumble te winnen. Nee. Maar hij mag best wel een favorite zijn. Dat mag van mij. Misschien wel een World Title match op de Rumble. Ja. Dat zou zelfs ook nog wel kunnen. Aannemen dat Styles gewoon wint van Ambrose natuurlijk. Mm-hmm. Daarnaast, dit was de match van de avond. Ja, puur door alle momenten. Niet door match quality per se. Het was niet geweldig, maar heel goed. En eigenlijk heeft het gewoon laten zien hoe een Survivor Series match moet zijn. Ja. En het is uiteindelijk niet zoals 2014 geworden, wat we dachten. We dachten van, oh, we gaan een review maken met een half uur lange rant over deze match. Maar uiteindelijk heb ik best veel te krijgen. Uiteindelijk wel. Ik moet je zeggen dat toen ik de match keek, dat ik echt dacht van, god, mijn god. Ja, er waren een paar momenten, weet je, toen ze outside gingen brawl en zo. Ja, precies. Dat ja, hele het outside gedoe en niet meer weten wie de Legal Man is. Ja, daar letten we wel heel goed in. Dus ja, wij waren wel heel erg aan het letten van wie is nou de Legal, wie is Legal. Maar uiteindelijk ben ik heel erg tevreden over deze match. Mm-hmm. Ja, ook voor het eerst dat ik iets zet heel veel voor Wyatt, zet heel veel angles op. Dus. Ja, ook voor Wyatt ofzo. Ja. Het zet natuurlijk ook Reigns Owens op. Wat we al weten dat we gaan krijgen. Maar Reigns die de laatste was die geëlimineerd werd. Met Owens die zichzelf die cueden. Dat gaan ze sowieso gebruiken. Dat weet je. Goed. Zo zin in. Dan gaan we naar de main event. Brock Lesnar vs. Goldberg. Ja, hier kunnen we hoog en laag over springen. Maar dit was 1 minuut 25 van pure badass vanuit Goldberg. Dat kant. Dan weer. Ik denk de grootste schok van deze pay-per-view. Naast het feit dat misschien Ambrose die als eerste geëlimineerd werd. The New Day. Ja, dit is de grootste schok van de pay-per-view. Dit is 10 keer zo groot. Voor mij persoonlijk ook de grootste schok. Ook al ben ik een Wyatt fan. Schok me ook dood dat Wyatt de win oppakte destijds. Maar dit is de grootste schok. Dit zie je niet aan. Goldberg verslaat hier Brock Lesnar na 2,5 jaar aan dominantheid. Ja. Persoonlijk vind ik dit, voordat ik bij jou kom. Jij bent natuurlijk fan. Dus ik ga het eerst even zelf doen. Ik ben geen fan van Goldberg per se. Ik kreeg wel goosebumps. Ik moest grijnzen bij zijn entrance. Dat zijn allemaal dingen omdat ik gewoon een wrestling fan ben en dit soort dingen zijn natuurlijk. Hiervoor ben je een wrestling fan. Ja. Voor dit soort momenten. Mijn mond hangt nog half open, moet je zeggen. Gewoon even snel, wat vind jij ervan dat Goldberg gewonnen heeft? Oké, ja. Als je echt moet diep kijken naar
wat allemaal nou met Lesnar zou, weet je, die 2,5 jaar boeien. En in principe, niks feelings, maar het is gewoon awesome. Het heeft gewoon de shock value van Lesnar Cena, Lesnar Taker, en dan heb je Lesnar Goldberg. Het is gewoon de shock value, gewoon. Het is gewoon bepaalde tijden. En dan uiteindelijk na die 2,5 jaar, ja, heb je weer zo'n match waar iedereen waarschijnlijk gaat hebben over een aantal jaren nog steeds. Ja, dat wel. En heel veel verwachten niks. Vanwege de Mania 20 match. Ik verwachtte een competitive match. Wat in principe best wel decent had kunnen zijn. Maar dit is voor mij ook prima. Mm-hmm. Want in principe, het was niet zeg maar alleen het squash. Het was ook Lesnar die het heel goed stelde. Vanaf het moment dat hij weggeduwd werd. Die gezicht van Lesnar, dat is money. Mm-hmm. Dat is echt gewoon, dat maakte Goldberg. Daarom dat de crowd cheerde. Nou, dat was hij de internet niet zo haten, zeg maar. Lesnar heeft Goldberg overschat. Ja, onderschat, dat ook. Ja. Dat is het leuk. Heyman ook. Heyman zat te bidden voor Goldberg. No, please don't. Dit maakt, en ik denk ook, dit gaat door. Als dit naar Mania 33 gaat, prima. Of de Rumble, prima. De Rumble niet. Ja, misschien om S6. Persoonlijk had ik dit niet verwacht. Ik vind het leuk. Ik vind het een hele shock. Ja, dus. Ik vind het enige wat ik me stoort, zeg maar, is dat ik liever had dat Lesnar had verloren van iemand die het nog echt ging gebruiken. Ja, kijk, daar hebben heel veel mensen het over gehad. Dat is precies de reden waarom ik dus niet wilde dat Lesnar zou verliezen van zo'n dominante manier. Ik bedoel, ik vind de shock wel leuk hoor, in ieder geval echt niet, maar ik vind het jammer dat zeg maar een van die dingen... Ik heb ook een mixed feeling zelf voor, maar ik vind de shock wel zo groot. Ja precies, nou, dat gaat afweren, dus op een gegeven moment kan je dan weer helder denken, dan ga je het ook zeggen, maar puur omdat ik gewoon zoiets heb van, dit zo'n rub kun je beter toch niet wel anders geven. Kijk, het is nu gebeurd, ik kan er niks meer aan doen, maar persoonlijk had ik het zelf niet gedaan. Nee, maar ik denk en ook als niet... je het doet, moet ik wel even zeggen, als je het doet, doe het op. Iets langere match waar ook Lesnar wat kan hebben, want dan wordt het misschien dat kun je er allebei nog als een beest uitkomen. Hier komt Goldberg als een beest en Lesnar is gewoon een bang kat. Dat is wel hoe ze geportretteerd worden. Ja, maar kijk, dit maakt dan wel een eventuele rematch veel leuker. Ja, dat is zeker waar. Want je hebt dan dat situatie, je hebt deze match. Misschien dat dus. En als dat het zo is, dan prima, dat vind ik super vet. Zoals ik uit heb geleerd, de hele story met Lesnar's gezicht. En Lesnar zelf hoe Heyman het allemaal heeft portrayed. Ja. Overrated misschien. Of underrated the Goldberg. Mm-hmm. Ja. Oké, dan was dit onze review. Het is alweer 5:50 ondertussen. Dus het wordt tijd voor ons om ook wat andere dingen te doen. Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar onze review. Er staat een linkje voor onze happening als je wil meedoen voor de voorspelpool. Binnenkort met nieuwe regels volgend seizoen. Vanaf WrestleMania 33. Na WrestleMania 33 moet ik zeggen. Komt er een nieuw seizoen. Je kunt ook meekletsen over allerlei soorten wrestling. Check out de live reactions. Ze zullen nog niet online zijn op het moment dat dit filmpje online staat. Maar blijf kijken, want ze komen nog wel. En ze zijn ook leuk om zeker te kijken. Vooral heel veel pool-related key race alerts en projections. Als je nog een onderwerp hebt waar je wilt dat we een video over maken, laat het achter in de reacties. Laat ook vooral achter wat jij vond van Survivor Series 2016. En Brian, nog even snel, wat vond je qua cijfer, Max? Ja, het wordt niet super hoog. Het wordt een 6 of zo. Puur vanwege de misstanden. En de eerste match is Goldberg, maak het wel wat af. Ja en zelf, van de shock zijn. Zelf vind ik het ook een 6. En dan bedank ik jou voor het aanwezig zijn bij deze review. Dankjewel. En dan tot de volgende Goldberg. Doedeloe.